Hi allemaal, ik ben Jelin en ik ben er weer met een nieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom niet gewoon van je eigen kleine business een hele groep of companies maken? Nou, dat kan. En vandaag zit ik met Shaquille van Ebrex Cleaning en hij gaat me er alles over vertellen. What is a Hi Shaquille. Ja, goedemiddag en welkom en oh, <laughs> sorry, sorry. Dankjewel. Nee, 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 dankjewel. Want niemand heeft me ooit welkom <laughs> yeah. op mijn show, dus dankjewel yeah. voor het welkom. Jij ook welkom. Ja. Yeah. Alles goed met je? Ja hoor, het gaat wel op zijn gangetjes. Ik mag niet, wel, niet klagen. Je mag altijd klagen, maar als het goed gaat, dan gaan we het daar blijven. Ja, zeker, zeker. Ja. Rust aan. Uh, no need to be nervous. Ja, yeah, ja. Yeah. I got you. Yes. Oké. Okay. Oké. Okay. Shaquille van Ebrex Cleaning. Wat is Ebrex Cleaning? Ebris cleaning is eigenlijk een kleine onderneming dat uh, met de jaren heen eigenlijk is gaan uitgroeien. Voor we gaan naar die uitgroei gaan we eerst beginnen bij die kleine onderneming. Okay, okay. Wat is het? <laughs> Oké, okay, Ebriks Cleaning is um, in 2019 gestart met een kleine groep vrienden eigenlijk. En uh, we, zaten, we zaten namelijk op het natin en we hebben eigenlijk door onze COVID-periode heel wat. Vrije tijd mogen krijgen en die hebben we eigenlijk benut met uh, het maken van onze kleine centen. Mm -hmm. En ik heb namelijk een aantal schoolvrienden van me eigenlijk benaderd en gevraagd als ze natuurlijk mee willen, uh, ja, mee willen helpen met het datgene om nog steeds uh, wat centen te maken in onze vrije En het is eigenlijk gestart met. Ik en nog uh, een paar schoolvrienden. Ja. En daarna zijn we gestart met het trainen van auto-interieur, bankstellen, matrassen, en et cetera. ja In het begin moesten we eigenlijk nog wat heel wat. Dat um, nou, ging tegen slagen eigenlijk. Uh, we leren, hè? Ja we <laughs> moesten eigenlijk heel wat. Um, we waren eigenlijk van scratch uit begonnen. Dus ja. het is eigenlijk dat je mensen dat je eigenlijk in het begin les geld moet gaan, uh, gaan moeten betalen. Vierlijk. En dus we hebben drie jaar lang, vier jaar lang echt met uh, betaald, les gaat betaald. Ja, dus ik <laughs> kunt het zeggen. ja. Want um, dat is eigenlijk iets nieuws voor ons. Maar met de tijd mee eigenlijk um, hebben we heel wat ervaring mogen opdoen. En die hebben we natuurlijk mee mogen brengen. En, natuurlijk eraan gewerkt, waar, ja, ja, zodat we eigenlijk betere resultaten kunnen opleveren. Oké, okay. oké. Okay. Liever, want je gaat als een trein. Ja. <laughs> Hoe zijn jullie op het idee gekomen om auto's te gaan reinigen? Van alle dingen, want als jullie van Nathan komen, dat was, welke richting was je? Ja, we zijn van de richting ICT. <laughs> ja. Jullie konden computers gaan servicen, Ja, ja kijk, Ja, dat op. deden we ook eigenlijk. al dus eigenlijk met camera systemen eigenlijk mm -hmm. begonnen. Maar uh, we deden echt aan een marktonderzoek. Maar het ging niet eigenlijk hoe het moest gaan. Mm -hmm. Dus vandaar dat we eigenlijk uh, ervan zijn gestapt toen dat tijd. En uh, we zijn echt eruit gegaan wat men, wat, wat men eigenlijk dagelijks uh, nodig heeft. Ja, nodig heeft. Mm -hmm. En dat is eigenlijk op de schoenmaakbranche. En ieder heeft, uh, heeft eigenlijk een schoenmaakbranche. Um, Iemand die schoonmaakt. Ja, hoor. dus. Maakt niet uit naar mate, is, ja. Naarmate. Naarmate. Het is, is eigenlijk een continuerend um, dienst dat een persoon Noordelijk. nodig heeft. Uh -huh. En vandaar we eigenlijk zeggen um, dat we zijn begonnen uh -huh. met het uh, reinigen van wagens, uh -huh. paanstellen, matrassen, cetera. Dus zodoende is het eigenlijk begonnen met Ibrich's e je hebt je schoolvrienden gezegd van, hey, het gaat niet worden met die computers voor ons. We gaan ook geen telefoons te maken voor mensen. Ja. Wij gaan schoonmaken. Klopt, ja. Jullie hebben maar. die machines gekocht. Jullie hebben gezegd, zet ja, hey, dus... je money. Ja, nee, dus het is helemaal in het kringen begonnen. Huh? Uh, ik heb althans de investatie gedaan van mm -hmm. 600 dollar. En mm -hmm. zo, so, door de jaren heen, hebben we wat heel wat kunnen besparen en natuurlijk zijn we gaan uitbreiden met hetgene wat we hebben opgebracht. Mm -hmm. En ja, en daar zijn we eigenlijk nu, wat we allemaal nu hebben. Ja, en, en het is niet weinig, want um, in ons vorige gesprek, gaf je ook aan, dus last van dat jullie dus eigenlijk heel goed zijn in het uh, schoonmaken van auto's, bankstellen, matten, um, matrassen, eigenlijk yeah. anything with the service kunnen jullie wel yeah, even we overheen gaan. Hebben jullie ook geïnvesteerd in een van die grote stoommachines? Ja, dus Af um, daarmee zijn we eigenlijk nu bezig. Dus ibris brick probeert eigenlijk zodanig uniek eigenlijk te zijn op de markt. Mm. En in 2021, hou oh het ten goede, zijn we ook begonnen uh, met een, een creamwaggie mm. Dus dat, uh, dat is van onze uh, initiatief zelf uitgekomen om mm. natuurlijk uniek te zijn om de klanten eigenlijk nog te moeten gaan te komen. Mm. En daardoor hebben we eigenlijk een Kringwatch-deal samengesteld. Mm. En het is nog met de jaren hier uh, gebleven. Ja, en natuurlijk ook nog een recommande. Dus ja. als iemand ooit van uh, deze twee deals. Uh, Hoor. Uh, ja, dus hebben gehoord. Uh, is het eigenlijk van va ons uh, afkomstig? Oké, oké, oké. Maar oké, okay, laat die deals even, want yeah. we gaan terug naar dat ding <laughs> yeah. wat je hebt dat groot ding. Ja. Yeah. Ja, yeah, wat is dat nou precies? Ja, yeah, dus, um, we hebben namelijk geïnvesteerd in een van de grote Optima Steamers. Dus, een van de uh, stoelmachines die eigenlijk in Korea eigenlijk afkomstig is of gefabriceerd. What? En dat gebruikt men eigenlijk in het um, corporate. Ja, um, grote gebouwen, ja, dus, corporate world. Ja, dus om um, het desinfecteren van uh, keukens en et cetera. Everything about the surface. <laughs> en daarmee zijn we eigenlijk nu bezig met het. Uh, is onze, dus daarin is eigenlijk onze focus. Volgens het marktonderzoek wat wij zelf hebben gedaan, is er nog niet echt een bedrijf die op datgene eigenlijk, uh, dat eigenlijk focust. <laughs> dus vandaar dat we eigenlijk uniek proberen te zijn op de markt. Oké, okay, en het lukt jullie aardig, want jullie hebben dat gedaan en de, en de business yeah. gaat al goed. Ja, maar is ja. Dus eigenlijk, of tenminste, kijk, voor we naar het andere stukje gaan. Als uh, iemand nu kijkt en zegt van hé, hey, luister, dan ik wil ook die kriwagi-deal en ik heb genoeg matten die even gestimuleerd ja. moeten worden en die matrassen, dus heb ik hier drie maanden omgekeerd. Ja, ja. Iemand moet het komen doen. Als we jullie willen bereiken of vinden om gebruik te maken van jullie diensten, hoe, waar moeten ze zoeken naar jullie? Ja, dus kijk, we zijn op. Facebook, eigenlijk uh, het meest bekend. Mm -hmm. en, maar daarnaast uh, kan men eigenlijk onze WhatsApp-bericht opsturen. Maar daarnaast hebben we zelf ook een website. Nee. Dat door mijzelf ook is yes, gemaakt. Uh, eigenlijk is <laughs> gemaakt. Dus daarop is eigenlijk IBRICS e toch ook in de technologisch yeah. Bestaat IBRICS e Technologies ook? Mm -hmm. Dus uh, we hebben zelf een website opgebouwd: um, dat is www.abrex-suriname.com. Uh, uh, en daar uh, op onze website uh, staan alle gegevens van ons en de diensten die we allemaal te bieden hebben. En ja, dus zo kan men eigenlijk uh, ons berekenen en meer over ons eigenlijk lezen wat Ibrics eigenlijk allemaal inhoudt. Oké, okay. nee, helemaal duidelijk. Ja. En toen hebben we begonnen, grote teams gekocht, andere apparaten om goed te rekenen. Toen hebben we dus gezegd, nou, is niet genoeg. We willen meer. Ja. Ja, dus daarmee zei maar want dat gaan we even nog als een surprise eigenlijk oh, nee, laten zien. Oké, okay, nee, dan <laughs> ja. ben ik blij dat ik het wel al weet. Ja, ja. Ik ga niet zeggen aan jullie. Ja. Nee, 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 Shaquille. Ik vond het fijn dat je er was. En ik ben trots op je, Shaquille, want je zit helemaal te vergaan van de zenuwen hier. En je hebt je er bikkel doorheen gesproken. Zo, so, maak je geen zorgen. Je bent ja. met iets gestart. Het is na zoveel jaren nog steeds actief. Jawel. Misschien kan je nu niet even compleet uit je woorden. Don't worry about that. <laughs> je weet welke diensten je verleent. Jawel. En je weet welke service je biedt. That, en that's all that matters. So we kijken naar een jonge Surinamer die gewoon een droom heeft gehad. Zijn vrienden bij elkaar heeft gekregen. Yeah. En een business ervan heeft gemaakt. En het blijft uitbreiden. Dat het yeah. steeds beter en beter wordt. So, ja, zeker. doet een goed job. We doen onze uiterste best. Yeah. It's all good, it's all good. Shakira, ik wil je bedanken voor het komen. En uh, ik ben benieuwd wat er nog meer gaat komen. Want ik zie dat er nog meer dingen uit Korea en China ja, ja. en dingen ja, naar hier ja. gaan komen. Ja, en ik uh, hoop gewoon te zien wat de surprises wat de rest van ja, de mensen ja, nog nieuw weten. Ja, en ik zou zeggen, ga zo door. Ja, dank u wel. En... Yes. <laughs> ja, 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 is goed. Geen dank. Ja, <laughs> en jullie yes. thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was je keel van Ebrex Cleaning bij ons in de studio. En Ebrex Cleaning is een bedrijf dat zich, dat zich specialiseert in het schoonmaken van zo goed als alle oppervlakte. Dus als jij zegt van, hé les dan, ik heb een auto die even wat diepkleding nodig heeft, Ebrex Cleaning. Zeg ik heb matrassen, bankstellen, matten, kussens, uh, whatever... Abrex cleaning gets the job done. Zeg je oké, okay, nee, 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 ik heb een heel bedrijf en de vloeren moeten gesteamd worden, de muren hebben ook even een beurt nodig. These are your people. Het is een groep jonge Surinamers die besloten hebben van hun vrije tijd nuttig gebruik te maken. En ze zijn na al die jaren nog steeds operative social parties guys. Ze zijn op Facebook, ze hebben een eigen website, ze een WhatsApp-nummer waar je ook naartoe kan appen. Make asprak, and you never know. So, <laughs> Yo. Yeah? Yo, yeah. <laughs> yeah, well, see. I remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV To entertain, to inform, to inspire.